Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is vandaag Koningsdag. Maar ja, we blijven toch thuis. Niels die komt net weer binnenlopen, want die is wat spulletjes gaan halen. Omdat hij een nieuwe hangrek gaat maken voor op onze slaapkamer. Als dat klaar is, laat ik dat allemaal wel zien. En ondertussen ben ik hier met een chagrijnige Jordi. Die een beetje gewoon chagrijnig is, omdat hij zo vroeg gewakker was. Ja. Liam ligt lekker in de box te slapen. Ja. En ik ga Jordi een beetje opvrolijken door eventjes met hem te knuffelen. Toch altijd mopperen, dat is toch niet jouw taak? Mag papa niet zeggen. Hallo. Hallo. Af. Hier komt nog een plank op. Dus is net hetzelfde als op mijn bed van gemaakt, dus van steigerhout. Dus dat komt erop. Ik heb alles al mooi opgehangen en afgedaan en zo. En nou moet ik beneden nog wat dingetjes doen. Vandaag druk gehad, maar komt goed. Goedemorgen. Gisteravond ben ik nog voor gaan opruimen. En deze kleine Liam die had een beetje pestzin gisteravond. Dus ja, ga maar na. Uiteindelijk sliep hij. Dus toen konden Niels en ik ook gewoon lekker rustig slapen. In ieder geval, ja, Niels die lag al half te slapen. En ja, ik ben wakker gebleven. Maar ja. Voor degene die zich trouwens afvraagt of deze grote vent nou ook in zijn eigen kamertje slaapt. Nope. Hij lag in zijn eigen kamertje. En hij begon te spugen. En ik hoorde dat. Ik lag in bed. Ik hoorde dat. En ik vlieg overeind. Dus ik heb hem gauw uit zijn bedje gehaald. En gekeken. En had hij zichzelf helemaal ondergespuugd. Dus kon ik hem ook nog eens helemaal gaan verschonen. En nieuwe kleertjes aantrekken. En hij had er zoveel last van. Dus dan heb ik hem weer in zijn bedje langs ons neergezet. En daar blijft hij nog even liggen. Deze mama kan daar niet aan. Want dan zit ze continu te luisteren, luisteren, luisteren. Ik weet niet wat dat is. Bij Jordi had ik daar minder moeite mee. Alhoewel, Jordi heeft de eerste tijd ook vaak tussen ons in gelegen, hoor. Dat ik zei tegen Niels van leg hem maar tussen ons in. Want ik vertrouw het niet of wat dan ook. Dus maar hij ligt dus dan gewoon in zijn eigen ledikantje. En daar blijft hij ook nog heel even liggen totdat ik iets meer vertrouwen in mezelf en in hem heb.
Dus ja, dat is gewoon eigenlijk wat er afgelopen weekend een beetje was. Niels die was dus vrij gisteren vanwege Koningsdag. Die is nu weer werken. En hij heeft een flesje gehad. Hij is een beetje high van de melk. En Jordi zit te spelen. Die heeft ook al zijn ontbijtje gehad. En ik hoop dat hij weer zo eventjes in slaap dondert. Want dan kan ik nog eventjes met Jordi spelen. Nou, het is weer een drukke ochtend geweest. Jordi ligt lekker te tutteren en in slaap te komen. Liam die ligt hier voor mijn neus. Die is wakker, heeft een gedeelte van zijn fles al op, maar hij wou niet meer. Dus ben ik even Jordi gauw flesje gaan geven, want ja, je ziet het al. Hij was heel moe. Inmiddels is deze kleine Doerak lekker wakker. En zit hij lekker soepie te drinken met je vrouw's. Geluid staat eventjes uit. Die andere die ligt lekker hier te slapen. Die zal zo ook nog wel wakker worden voor zijn volgende flesje. En hij zit lekker soepie te drinken. Hé jongen? Lekker hè? Lekker tomatensoep. Lekker tomatensoepie. Mama binnenkort weer zelf helemaal maken, hè? Ja. Mama binnenkort weer lekker zelf helemaal tomatensoepje maken voor jou, hè? Ja. En groentebouillon en kippenbouillon. En ja, allemaal maken. Papa is alweer thuis. Hallo. Gaan wij nu lekker eten? Hey, happy? Gezellig! Yummy! En hier zit de kleine Zuppiet. Een hele goede morgen. Gisteren kon ik de vlog niet afsluiten. Want ik had deze meneertje die aan het etteren was. En vannacht hebben ze hij en diegene daar die daar zit te spelen en te zeuren ook gespookt. Hij is uiteindelijk wel gewoon lekker in slaap gevallen toen ik toch nog een flesje heb gegeven. Kijk hem lachen. En Jordi die is wel even wakker geweest. Dus die is nu hartstikke chagrijnig. Dat is echt, dat is gewoon niet grappig. En alsof alles nog niet completer kon. Hij, diegene die mij hier nu zit uit te lachen, heeft me ook nog ondergespuugd ook. Precies tussen alle kiertjes die je maar kan verzinnen die ik heb, zat het. Ik heb mij schoongemaakt. En ik heb hem wel gespaard. Dus hij heeft over mij heen gespuugd. Hij heeft zichzelf schoongehouden. Dus moet ik er ook bij zeggen dat ik hem op het moment dat die exorcist spuug kwam, heb ik hem omhoog, of ja omhoog, in ieder geval zo gehouden dat hij zichzelf niet kon onderspugen. Dus hij is nog lekker schoon in zijn pyjamaatje. Maar ja, hè? Meneer de exorcist. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat. We zijn met een potje fruit bezig. Normaal maak ik het altijd zelf. Maar ik heb ze altijd als backup heb ik ze in de kast staan. Gewoon voor de zekerheid. Want ja, hè? Ik heb vandaag al 4 poepluiers van Jordi verschoond en ook niet de minste. Dus ik ben al ondergespuugd, poepluiers gehad. Welkom to mommyhood. Maar ja, ik doe het allemaal met liefde en ik ben hartstikke blij dat Jordi poept. Want we hebben ook tijden gehad dat hij het niet doet. Zoals Liam bijvoorbeeld nu doet. Die moeten we ook helpen. Maar ja, daar hebben we van de week een afspraak voor nog bij de huisarts. Dus, en hij krijgt morgen ook zijn eerste entingen. Dus, en is benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Hij is heel eventjes Pumba aan het kijken onder het genot van een flesje Ranja. Die krijgt hij ook namelijk wel eens. Het wel afwisselen, hè? En die een andere dikkop ligt hier.
Hi. Hallo. Ja. Een lekker stukje ben jij, hè? Net als jouw grote broer. Ja. Dus, ja. Het is weer druk hier. Vanavond gaat er het een en ander hier veranderen. Want Niels en ik zijn al een tijdje op zoek naar een andere keuken. En we hebben de centen niet om, om gewoon een hele nieuwe keuken te kopen. Dus wij zijn al heel lang op zoek. En we hebben nou een keuken gevonden die ons wel aanstaat. We kunnen nog een paar dingetjes eraan veranderen. En die gaat Niels vanavond ophalen, samen met Manuel. En dan gaat hij morgen daaraan beginnen. Want hij is morgen is hij vrij. Want Liam krijgt dan zijn prikjes dus. En vrijdag is hij ook vrij. Dus dan hoop ik dat de keuken eigenlijk wel staat. En dat is eigenlijk een beetje waar we nou mee bezig zijn. Ik ga zo dadelijk alvast beginnen met de keuken leeglaaien. Want ik weet hoe het gaat met Niels. Dan moet alles in één keer leeg. En die tijd heb ik niet altijd. Dus daar ga ik gewoon op mijn gemakje mee beginnen. Zodat straks alles lekker eruit is. En hij morgen gelijk aan de slag kan als hij dat wil. En dan krijgen we voor ons een nieuwe keuken. Ik moet nog wel eventjes een andere afzuigkap regelen. Maar voor de rest, happy. Nou, hebben we net ruzie gemaakt, hè? Ja, hebben we net even ruzie gemaakt. Moest tandje poetsen, dat is tegenwoordig ruzie. En hij heeft nog allemaal wit op zijn gezicht. Maar goed. Liam die slaapt nu eventjes. Niels is inmiddels al thuis geweest en die is nu de keuken halen met Manuel. En ik ben ondertussen aan het opruimen en zorgen dat dadelijk die keuken binnen kan staan. En dan, ja. Ja jongen, krijg je een ander keukentje hè? Ja. Hij wijst eigenlijk het zal mama om mijn reet roesten als je maar geen tanden poetst. Goedemorgen! Welkom in het huis van de Bende van Ellende. Ik heb gisteren niet meer echt gevlogd, want het lukte gewoon echt niet meer. En het was gewoon hier zo druk en zoveel te doen. En ja, nou, dat dus. Maar Niels die is nog steeds bezig, heeft de leidingen en alles vermaakt en gedaan. En die is nou nog steeds in de keuken bezig. Die is ook nog vrij vandaag. Dus Jordi is eventjes een croissantje aan het eten. Had hij zelf uitgekozen. Hij kon kiezen tussen een eierkoek en een croissantje. En hij koos voor een croissantje. Want ja, hè, hij moet ook zelf leren kiezen. Croissantje? Alsjeblieft. En die zit hier nou lekker te eten. En ik heb net ook eten even warm gemaakt voor Niels. Die had ik bij de bakker gehaald. Liam die ligt hier lekker rustig te slapen. En het is gewoon heel erg druk momenteel. Ik heb ook nog niet de vlog kunnen editen en uploaden. Want het is echt eventjes veel. Gisteren heeft Liam trouwens zijn spuitjes gehad. Dat is allemaal goed gegaan. Heeft een hele lichte temperatuursverhoging gehad. Maar niet zeg maar dat hij verhoging of koorts had. Dus dat is allemaal goed. Want dat ik niet zoveel kan vloggen heeft ook mee te maken met het feit dat Jordi een aantal keren per dag af en toe een gefrustreerde boosheidsgebeuren heeft. En dan reageert hij dat op ons af. Yeah.
al dat spelen zou me nou wel een beetje moe worden. Loesje, het is tijd voor de... Het zou wel zijn, nee. Dan hadden ze al wel, denk ik. Ja, dat weet ik. Nou, dan kan hij even af. Papa zegt dat hij even af kan. Laat eens los. Wat jullie net zagen, dat was omdat gisteren moest Niels ook boren. En toen ging Jordi helemaal over de zijk. We hebben voor de carnaval hadden wij toen gehoorbeschermers gekocht. En de kleuren van Oeteldonk. Den Bosch, hè. Die doen we dan bij Jordi op zijn hoofd voor muziek en alles. Omdat hij niet tegen harde geluiden kan. Maar ja, met dit ding kan hij dat natuurlijk dan weer wel. Dus, en ook om zijn gehoor te beschermen. Omdat hij al natuurlijk gehoorproblemen heeft. En dus Niels kwam met het idee om dit op zijn hoofd te zetten met het boren. Zodat hij niet te veel indrukken krijgt op dat moment. En dat dat een beetje beperkt blijft voor hem. Jordi ligt inmiddels in bed. Niels heeft heel erg hard gewerkt vandaag. Die heeft, ik zal even de camera draaien. Die heeft de keuken in principe heel erin zitten. Alleen hier komt nog een ander kastje. Daar heb ik hier nog een gedeelte van staan. Die gaat hij nog vermaken. Waardoor dit ook nog een kastje wordt. En hier gaat hij ook nog iets aan doen. Want er zit hier een beschadigingetje. En hier zit het los. En hij moet dit ook nog even netjes afmaken. En hier komt dan nog een... Er komt nog een schap en dan de onderste plinten nog. Dus ja, ik ben nu alles aan het afwassen en aan het doen. En ik ga hem vast een beetje inruimen, zodat de ergste rommel hier weg is. Want het is een bende. En nee, dat laat ik niet zien. Dus ja, dat dus. Ja, daar ben ik nu dus ook mee bezig. En ja... Niels die ligt nu eventjes op de bank met Liam. Ja, wat zou je willen doen? Echt iets geks. Die ligt heel eventjes televisie te kijken. En eventjes met Liam te vervelen. Dat is goed, dan gaan we naar de afsluitdijk. Die zetten ja, we af. En, is hij nog wakker? Maar gewoon het verkeer was nog open. Hè? De andere kant op. Ik met 327. Want ik oh, zit die lekker. Nee, nou, het van papa. En, ja, van papa. Die keek gewoon zo naar me. Zie ik nou voorbij komen. Hij zit nou ook bij papa, hè? Topmarketing. Verder. Je hebt dan nog een andere video deze week, want de nieuwe F1... Ik ga mijn muziekje weer opzetten en verder aan de slag. Een hele goede avond. Hier ligt Liam. Jordi ligt op bed. Ik heb de afgelopen dagen niet echt meer gevlogd. En dat komt omdat ik zoveel te doen had. En Niels had ook heel veel te doen. Dus, want jullie hebben het meegekregen... We hebben nu een andere keuken. Hij is nog niet helemaal af, maar hij is er wel al. Wij hebben eigenlijk altijd een bij elkaar geraapt zooitje gehad. Ja. En we wilden eigenlijk al heel lang iets anders. Een nieuwe keuken is voor ons gewoon te duur. In principe. Dus wij waren aan het kijken geweest voor een tweedehands keuken. Zijn we al langer naar op zoek geweest. En ons aanrechtblad was aan het kapot gaan. En het slijten en... Onze vaatwas was kapot aan het gaan. En, nou, er was in ieder geval van alles mis met die keuken. Waardoor ja, we eigenlijk allebei zeiden van ja, we moeten eigenlijk gewoon een andere keuken hebben. En Niels was donderdag en vrijdag sowieso vrij. Want Liam kreeg zijn spuitjes. Dat is allemaal heel goed gegaan. En ja, toen is hij, heeft hij dinsdag die keuken gezien. En woensdagavond is hij hem al gaan halen. Ja. En donderdag is hij hem gaan plaatsen. En hij is vandaag eigenlijk, ja, hij is nog niet helemaal klaar. Maar hij is functioneel. Dus, ja. Ja, er moesten een aantal dingen aangepast worden om passend te maken. En sommige dingetjes moeten gerepareerd worden. De leidingwerk moest aangepast worden. Ja. Dus, en gelukkig heb je geen twee linkerhanden en kun je dat. Ja.
duurt allemaal natuurlijk allemaal wel wat langer, maar ja. En dan heb je het soms moet je ook wel eens met de kindjes iets doen tussendoor. Yep, die zijn er ook nog steeds. Dus, maar ja, ik ga heel eventjes de keuken laten zien zoals die nu is. En ja, we maken hiervan een weekvlogje, dus dan gaan we hem daarna ook afsluiten. Nou, hier hebben we een kastje. Hier is dan de magneton oven, koelkast, twee kastjes. En dan hebben we hier de vaatwasser. Hier komt nog een kastje wat Niels op maat gaat maken. Grootsteenkastje, een kast die helemaal doorloopt tot de achter. En drie laaienkasten. En dan hier het fornuis. En ja. Dit is eigenlijk. Oh ja, en de afzuigkap. Die moet ook nog eventjes goed in elkaar gezet worden. En dan hebben we daar lekker schappie. Dus ja. Ik heb hem helemaal schoongemaakt en gedaan. Dit doet Niels ook nog maken. Hij heeft jou klaar liggen om te maken. Dus bij deze gaan we samen met onze mopperkontje de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot ziens.